Papendrecht Actueel. Vrijdagmiddag 31 maart jongstleden kreeg TV Papendrecht tijdens een rondleiding, waarbij ook burgemeester Margreet van Driel en wethouder Arno Jansen aanwezig waren, de mogelijkheid een kijkje te nemen in het opvangcentrum voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Seringenstraat, waar vanaf 1 april 50 jongeren van 14 tot en met 17 jaar zullen worden gehuisvest. In het opvangcentrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag, begeleiding aanwezig. Ze zullen er onder andere zelf leren koken, les krijgen over de Nederlandse samenleving en natuurlijk in de Nederlandse taal. Wanneer de jongeren eenmaal gewend zijn, zullen ze naar school gaan, want ook deze jongens en meisjes zijn in ons land leerplichtig. Er een aantal uit een noodlocatie komen, dus die hebben al een half jaar in Sassenheim gezeten en die kennen elkaar wel. Dat is een groep. Dat is een groep van 26. Dat is de helft. Ik ben heel blij dat wij hier natuurlijk in deze locatie een keuken konden realiseren. Want heel veel noodlocaties. Ja, dat wou ik net zeggen. Heel veel noodlocaties is catering. Ja. En dat is kwalitatief goed eten. Ja. Maar voor de jongeren is dat niet herkenbaar. Ik vind dat echt niet zo heel lekker. Nee. We praten met onze burgemeester, Margreet van Driel, over deze nieuwe inwoners van Papendrecht. Die misschien toch net even iets anders zijn dan andere mensen die nieuw in Papendrecht komen wonen. Dat kan. Het zijn jongeren, tussen de 14 en 17 jaar. Maar wat ze misschien wel onderscheidt is dat ze echt wel een rugzak bij zich hebben van wat ze hebben meegemaakt. Het zijn kinderen zonder hun ouders. Soms omdat ze die niet meer hebben, maar soms ook omdat die achtergebleven zijn in het land van herkomst. En ze zijn afhankelijk van ons. En dat maakt het wel heel bijzonder. Maar wat kan de gemeente Papendrecht, wat kan de samenleving van Papendrecht voor deze jongeren betekenen? Dat is mooi, die vraag. Want ik denk dat we met elkaar heel veel voor elkaar ook kunnen gaan doen. Sowieso als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs. Hè? Dus daar gaan wij echt voor zorgen. En we praten ook met het COA over, nou, hoe kunnen we ze zo goed mogelijk begeleiden als ze gebruik gaan maken van openbaar vervoer. Hè, onze waterbus, dat is dan wel weer bijzonder voor Papendrecht. Dus wat kunnen ze daar allemaal mee? Maar het zou heel mooi zijn als we samen activiteiten kunnen gaan ontplooien vanuit de gemeenschap met deze jongeren. Misschien op het gebied van cultuur. Misschien op het gebied van eten ook. Hè, want eten verbindt heel erg. Wat kunnen zij ons bieden en wat kunnen wij aan hun weer bieden? Is het ook een oproep van de kant van de gemeente aan organisaties in Papendrecht van welke soort dan ook om zich hiermee te gaan bemoeien, om iets te doen voor deze jongeren? Nou, eerst zou ik willen zeggen, laat ze even landen. Ja. Ze hebben genoeg meegemaakt, het moet allemaal een plek krijgen. We hebben nog geen idee of ze begrijpen wat rood licht is en dat soort dingen en hoe je omgaat met openbaar vervoer. Laat ze eerst even landen. Laten ze eerst even weer wennen aan elkaar, want de groep kent elkaar ook nog niet helemaal. Het zijn jongens en het zijn ook een paar meisjes. Laat ze ook eerst maar eens gaan koken, een beetje aan school wennen en dat soort zaken. En daarna zou het zeker mijn oproep zijn als burgemeester om tegen alle instellingen, maar ook inwoners te zeggen, als ze iets met elkaar kunnen doen en met deze jongeren, laten we dat dan ook gaan doen. En meld het ook vooral, kom bij ons langs bij de gemeente als het misschien niet helemaal goed gaat. Laat ons dat ook maar weten. Het is altijd bezet. Ja. Ook de jongens die hier zijn, kunnen zo worden binnen. En er zijn nog andere kijk hier dan. Wat heeft dit nieuwe, ja, het is geen AZC, hè? Het is, hoe noemen we dit eigenlijk? Een AZC is voor volwassenen. Ja, bij COA noemen we dit een POA-locatie. En POA staat voor procesopvang asielzoekers. Wat heeft dit centrum voor ze te bieden? Nou, op de eerste plaats zijn we ontzettend blij namens COA dat wij van de gemeente Papendrecht deze locatie hebben toegewezen gekregen. Want deze locatie leent zich ontzettend goed voor onze doelgroep. Niet alleen voor jongens, maar ook dat deze locatie geschikt is voor 9 meisjes om hier te plaatsen. Dus die samenstelling vinden we gewoon heel fijn. Wat we ook heel fijn vinden is dat het voor minimaal 2 jaar is. Met eventueel al maximaal na 3 jaar. En dat, ja, dat geeft gewoon heel veel rust. Hier hebben wij 24 uur per dag begeleiding.
Dus er zijn altijd mentoren aanwezig die de jongen begeleiden. Dat is op een AZC niet het geval. Er zijn woonbegeleiders, die wel aanwezig zijn, maar niet die 24 uur begeleiding bieden die wij de jongeren hier wel aanbieden. Hier, ook al hebben ze begeleiding 24/7, heel veel van ze verwachten. Ze moeten heel veel zelf doen. Ja. Kunnen we daar wat voorbeelden van geven? Ja, naar school. Ja. Dus het bedoel dat ze de Nederlands taal gaan leren. Ze vallen ook onder de leerplicht. Dus wat dat betreft verschillen ze niks met onze Nederlandse jongeren die hier zijn. Dus ze gaan naar school. Ze gaan leren koken. Ze gaan leren met geld omgaan. Ze moeten onze wetgeving leren kennen. Dus ze krijgen ook fietsles, verkeersles. Hoe werkt zoiets in zo'n gemeenschap met taalproblemen? Die zullen ongetwijfeld zijn. Het zijn jongeren van verschillende achtergronden, met verschillende moedertalen. Heeft u ervaring met hoe dat elders is gegaan? Loopt het een beetje soepel of blijven ze echt in een eigen groepje zitten? Nee, het is belangrijk dat in ieder geval de mentoren die wij hier hebben, die spreken allemaal Nederlands. Zoveel mogelijk met de jongeren. Als we echt een belangrijk gesprek hebben, dan pakken we een tolkentelefoon. Dus we kunnen altijd in eigen taal kunnen communiceren. Wat je wel merkt is dat natuurlijk de jongeren die Arabisch spreken met elkaar omgaan. De jongens die uit de Eritrea komen, Turkije spreken met elkaar omgaan. Maar wat wij wel zien is dat tijdens activiteiten alle jongeren door elkaar heen zitten. En dan zie je ook dat de jongeren ook van elkaar gaan leren. Je ziet dat jongens van Eritrea die gaan woordjes leren uit het Arabisch en omgekeerd. En uiteindelijk gaan ze allemaal Nederlands leren. Ja. Dus het is ook in hun belang dat ze gezamenlijk Nederlands leren. En dat zie je gewoon dat gebeurt ook op zo'n locatie.